Gwyneth Paltrow eet meer dan bouillon na ophef over dieet. Gwyneth Paltrow heeft gereageerd op de ophef over haar uitspraken over haar dieet. De 50-jarige actrice vertelt in haar Instagram-stories dat ze veel meer eet dan alleen bouillon en groenten. Paltrow kwam onlangs onder vuur te liggen toen ze in de podcast The Art of Being Well aan haar dokter vertelde wat ze at op een dag. De actrice leek te zeggen dat bouillon en groenten haar enige maaltijd op een dag vormen. Influencers maar ook diëtisten uiten hun zorgen op sociale media omdat Paltrow daarmee een ongezond voedingspatroon promootte. De actrice en eigenaresse van het lifestyle-merk Goop legde in de podcast uit dat ze vast tot 12 uur 's middags daarna soep of bouillon eet, gevolgd door een uur lichaamsbeweging. En 's avonds veel groenten eet volgens het paleo-dieet. Op haar Instagram-stories benadrukt Paltrow dat ze volledige maaltijden eet. De actrice verheldert nu dat ze vanwege long-covid haar dieet heeft aangepast. Veel gekookte groenten. Allerlei soorten proteïne, gezonde koolhydraten om ontstekingen te verminderen. Het werkt echt goed, zegt ze. Paltrow vroeg er daarnaast aan toe dat ze dit niet deelt als advies aan anderen. Het is gewoon wat goed voor mij heeft gewerkt. Gwyneth Paltrow shares her daily wellness routine on the Art of Being Well. Listen na wellness routine heel tand wellness heel diversity routine schouw podcast clips. Paltrow zei dat de podcast een transparante blik was op een gesprek tussen haar en haar arts. En voegde eraan toe dat het is niet bedoeld als advies voor iemand anders. Paltrow.